Even een update, jongens. Ik heb natuurlijk 2 afleveringen geleden gevraagd of Jeroen ook zijn eigen serie moest beginnen. En er waren immens veel kijkers die zeiden dat Jeroen ook moest beginnen. En hij heeft enorm veel support ontvangen van jullie. Dus hij is gelijk aan de slag gegaan. En ik vind het top, hoor. Ik vind het hartstikke mooi. Ik heb Jeroen een leuk plekje aangewezen. En ik laat het gelijk even zien. Even kijken, hoor. Dan moet ik wel even oppassen hier. Oh, au, 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 au. Hop, die gaat even dood. Zo, die is dood. Kijk eens aan. Hier op de berg. Oh, oh. Creeper, creeper, creeper. Nee. Ik moet Jeroen zijn berg niet kapot maken. Ja, ik had zoiets van, ja, waar moet Jeroen wonen? Ik wilde sowieso niet dat hij bij mij in de village kwam wonen. Want ja, dit is wel een beetje mijn village. En ik wil hier dit allemaal volbouwen. Dus ik wilde eigenlijk dat niemand anders dat doet. Maar deze berg hier, die is mooi leeg. En ik doe hier verder helemaal niks meer. Dus ik dacht zoiets van, yo, hoe vet zou het zijn als Jeroen hier zijn imperium gaat bouwen. Dus dit hier is mijn imperium. En dat hij gewoon hier allemaal muren eromheen gaat zetten. En dat hij hier echt iets zieks gaat bouwen. En hij is, ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar hij is daar lekker bezig. En hij is ook al bezig met een huisje. Dus dat doet hij hartstikke goed.